Maar er zijn wel een port, die is van hier van mij, maar die komt hier en die wordt weggenomen. Die komt er op. Die komt met pistols. Ja, ze zijn wel echt. Die zijn vergeet om mij in de zon. Die blijft er heel achter. Het is als mensen die maar hij wordt gegeven. Ja, hier die taxis rond de vijf. Dat is de schone kooivavers in deze. Ja, maar er zitten precies niet veel vissen in. Ja, nu zullen we die niet. Nee, maar ja, daar is het redelijk klaar, zou die kunnen zijn. Schone kooivavers in deze. Van alles in. Hamburger bedenkt voor de bus. En als ze er blij mee zijn, ze er niks aan. En wat moesten ze doen? Toen? Ja, ze moesten hem, wat dat moeilijk was, repareren. Dus een nieuwe plastiekband rondleggen van boven. Dus. Verleden afspuren, ze hebben er niet aan schaal. Is dit nog bezig, de bus? Boah, in de zomer staat het. Rondwedstrijd, dan moet ik de hele wereld rond. Je rest nu maar 15 minuten. Twee keer in het jaar. Weet je rond dat er hard? Twee dagen nog. En wanneer? Ja, ja. Ja, ja. Krijgen we een demonstratie van die brug hier? Dat die omhoog gaat? Ja, ja, nu. Oeps, allemaal naar binnen. Dat is de origineel. Dat is een keer. Ah ja, dat is goed. Dus dat is een goed dingetje die je mag doen. Dan moet je dat apart aan. Oké. Nog te kleden, hè? Hebt. En dat de tweede halve dag even goed zou zijn, ja. Maar we zijn gekomen op kasseren. Hoi donk.
Die meneer, die kent dat niet. hij is er nooit niet geweest, maar het is goed. Waar gekomen. Ik heb je naar hier gevraagd om een beetje uitleg te geven over de... Omdat u de oude gevel ziet daarachter. En daar zit je ook de oude gevel. Precies hetzelfde. Dus te zeggen, zoals de twee torens hiernaast. Met een kapje, en ik zal u straks foto's laten zien van de werken. Dateert van 1869, 1870. De eerste Kinterodenbeke die hier gekomen is, was, heeft het kasteel aangekocht in 1864. En heeft het te klein gevonden waarschijnlijk. En heeft daar twee vleugels bijgebouwd. Die vleugel en die vleugel. Mocht het hooi, want dat was de paardenstal. Met de woons van de paardenknechten op het eerste verdiep. En de hooizolder op het tweede verdiep. En daar was de koetsengarage. Voor de andere koetsengarage, van waar u komt zeker. En u ziet ook de decoratie van de zaal. Dat is heel gotisch, dus ze zeggen het is hermaakt geweest in het midden van... Hij was toen stagiair advocaat in Gent bij advocaat De Nayer. Die had drie dochters en heeft een van de dochters gehuwd. En de andere dochters hebben ook een kasteel gekregen of aangekocht hier in de buurt. Willem Geefs, 1869. Dat is het wapenschild van de familie. Kins, dat is in het Oud-Vlaams een taaltallig geslacht, veel kinderen. En dat is niet moeilijk, dat is de Rode Beek. De Rode Beek. En zo, het kindje, de Rode Beek. Hier achter u heeft u een eigenaardig rond. Hier boven de schoorsteen het portret van Philippe de Montmorency, graaf van Hoorn. Niks speciaals buiten vier zetels van Ludwig XVI tijdperk, origineel. Een Hollandse vitrinekast met, en daar dus, de kamer van. We gaan naar daar verder. Een schilderij van het binnenzicht van de Heilige Jacobuskerk in Antwerpen. Tamelijk zeldzaam voor die tijd, omdat men geen de schilders. Hier is het gebouw aan bijgezet. Dat is de rechterkant van de eetplaats en de bellen. U ziet de oude gevel en de nieuwe gevel. En u ziet hoe dat allemaal in elkaar staat. Ze hebben ook hier vensters bijgezet, bijgevoegd.